Het slachtoffer in deze zaak is buiten bewustzijn geraakt. Ze kan zich daardoor niet veel meer herinneren van donderdag 24 oktober. De dag dat ze op gewelddadige wijze beroofd wordt in Schiedam. Een 51-jarige dame uit Schiedam die rijdt in haar scootmobiel op de Ipenlaan. Rijdt ze een steegje in en dan opeens krijgt ze een klap tegen haar hoofd. Hierdoor raakt ze kort het bewustzijn kwijt. En toen ze weer wakker werd, besefte ze ineens dat ze beroofd was van haar tas. In haar tas zitten haar telefoon, wat briefgeld en haar bankpassen. Helaas zijn er geen bewakingsbeelden. En omdat de vrouw na de klap meteen buiten bewustzijn raakt, is er ook geen signalement. We zijn dus hard op zoek naar getuigen. Alle informatie is echt welkom. Dus heb je iets gezien, zo die donderdagavond 6:30 in de buurt van de Ipenlaan, dan komen we heel graag met je in contact. Bel 0800 6070 of met Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.